Binnen de advocatuur zijn er genoeg juristen om het werk op te vangen. Dit stelt jurist Hugo Esset in een gesprek met de redactie. Hij merkt op dat het probleem van onvoldoende manschappen dat al jaren ter sprake is, bij het Openbaar Ministerie ligt. Mijn ervaring is, mijn indruk is, dat er ruim voldoende advocaten zijn in Suriname. Het probleem is bij het Openbaar Ministerie. Er zijn niet genoeg officieren. Het probleem is bij de rechterlijke macht. Er zijn niet genoeg rechters. Maar in de advocatuur bestaat qua aantallen geen probleem. En ja, dat veld is eigenlijk een privéveld. Het is een beroep, een privéberoep. Ja. Ja, wat mij betreft, in principe mag iedereen meedingen, dus geen probleem. Ik zie geen reden om een aantal vast te stellen. Maar ik denk dat Suriname nu voldoende advocaten heeft. In ieder geval voldoende juristen. Volgens Esset functioneert het Openbaar Ministerie wel adequaat. Het orgaan heeft een hoofdtaak om het strafrecht te handhaven, maar laat door het gebrek aan menskracht soms wat steken vallen. Maar daarnaast heeft het Openbaar Ministerie een heleboel oneigenlijke taken. Ik ga u één voorbeeld noemen. In de begrafeniswet is de PG belast met toestemming voor het ruimen van graven. Ja. En zo zijn er meer dan 50, schat ik, wetten waarin aan de procureur-generaal wat ze noemen eigenlijk civiele taken zijn toebedeeld. Geen puur strafrechtelijke taken. En ik zou pleiten dat al die civielrechtelijke taken, dat die weggehaald worden bij het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie zich helemaal kan focussen op haar strafrechtelijke taak. Esset denkt dat er wat verlichting kan komen in het gebrek aan menskracht als de civielrechtelijke taken van de schouders van het Openbaar Ministerie worden gehaald.